En ik heb geen idee waar we heen gaan. Kan je één hint geven? Nee. Oh, snoe. Koekoek. Kijk nou, schattig. Zo loop ik dan. Ja, mooi. Prachtig. Kijk dan. Oh, die loop. Geweldig. Ja, deze trui. En met stoere boots eronder. En dan gewoon die buik zo. Veroorzaakt heel veel adrenaline en je schrikt heel veel. Dus dat is ook niet goed voor de baby's. Dan gaat hun hartslag ook omhoog. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Nou, zoals je achter me ziet, we zitten midden in een verbouwing. Want we zijn het hele huis kidsproof aan het maken. Dus we zijn echt... Nou ja, alles aan het omgooien. Wat we gaan doen is namelijk onze slaapkamer, dat wordt de kinderkamer, dat had ik vorige keer al gezegd. En wij gaan naar zolder. Maar de zolder was gewoon één grote, ja, soort van bouwval. En de zolder was soort van open bij de trap, dus dat hebben we ook helemaal dicht gemaakt, dat je met een deur dicht kan doen. En kasten, dus dat is nu helemaal een soort van, ja, slaapkamer aan het worden. Echt geweldig. Ik heb helemaal zin om daar ook dan dat nu te gaan inrichten. En dat we daar dan straks slapen. En dan de kinderkamer wordt dus onze oude slaapkamer. Maar dat was een hele grote ruimte met ook onze kast en zo. Dus daar hebben we nu een muur in het midden gezet. Zodat we een aparte kinderkamer hebben en een aparte kledingkastenkamer. Ja jongens, goals. Ik heb altijd al een walk-in closet gewild. En nu hebben we gewoon een aparte kamer voor onze kleding. Ja, niet normaal. Echt geweldig. En wat dus heel chill is, als de zolder af is voordat ze komen, dan hebben we ook allebei een escape route. Dus als een van ons vet moe is en wil slapen, overdag, 's nachts, whenever, dan kan die even naar boven naar de zolder en daar even gaan slapen. Terwijl de ander oppast op de twee baby's. Dus dat vonden we wel een heel goed idee. En uiteindelijk gaan we daar dus echt gewoon zitten. Wat we ook nog aan het doen zijn, we zijn de hele tuin aan het omgooien. Kijk, zoals je ziet is het nu één grote aardeboel en ravage. Maar we hadden zeg maar heel veel onkruid en planten die allemaal hier groeiden. Dus we willen nu gewoon veel meer gras. En hebben ook allemaal van die leuke stepstones. Dus nu leven we een beetje in troep. Want we hebben echt de inhoud van de schuur hebben we allemaal hier. Dus we hebben alle tuinkussens zijn hier. Hier is nog een matras. Hier zijn ook allemaal kussens van de schuur. Dus ja, het is even behelpen. Maar ik vind het eigenlijk helemaal niet erg. En Wout ook niet. Want we zijn gewoon helemaal blij dat er allemaal weer veranderingen komen in het huis. We staan hier allemaal tussen 7:30 en 8:00 op de stoep. Dus dan begint ook onze dag. Maar het is ook wel lekker om gewoon zo vroeg op te staan. Ik krijg echt zoveel pakketjes binnen. Ik zou ze echt even allemaal een keer moeten laten zien. Maar hier heb ik bijvoorbeeld van Weleda allemaal dingen gekregen. Heel lief. Met spenen en mutsjes erbij. En helemaal een soort baby welkomstpakket. Tepelzalf. Nou, dat zal ik waarschijnlijk wel nodig hebben. En dit jongens, zo lief. Van Dijkman Communicatie PR Bureau. Super lief kaartje van iedereen die er werkt. En deze, kijk nou, schattig. Die kleine Havaianas. Oh, nou, ik vind dit gewoon... I can't als ik dit zie. Gewoon van die kleine voetjes. Die, als ze dan straks kunnen lopen. Dan zie ik al helemaal voor me dat we naar het strand gaan. En dan hebben ze dit aan. Ach, zo leuk. Ik ga nu even wat dingetjes editen voor Blond Tigers. En dan vanavond ga ik iets doen met Wout. Maar ik weet nog niet wat. Daar later meer over. Wij zitten in de auto. En ik heb geen idee waar we heen gaan. Wout heeft namelijk een verrassing geregeld. Ik weet alleen dat we er blijven slapen, want ik moest slaapspullen inpakken. Maar verder weet ik helemaal niks. En ik heb echt de afgelopen week alleen maar gevraagd, kan je niet een tip geven, een hint, iets zeggen? Maar nee, hij liet niets los. Ik ben echt heel benieuwd wat we gaan doen. Nou, ik heb geen idee gewoon. Echt niet. Hij wilde het niet eens aan Vita vertellen vandaag. Omdat hij bang was dat Vita dan iets zou weggeven. Om je heen, dames en heren, zien we weilanden. En we rijden richting Noordwijk, heb ik gezien. Dat klopt. Kan je één hint geven? Nee.
Nee, want ik had namelijk iets voor je geregeld, of iets voor ons geregeld. Ja. Wat ik zelf echt fantastisch vond. Echt te gek. Ja. Alleen toen ik er beter over na ging denken, dacht ik, hey, misschien is dat helemaal niet zo te gek als dat ik dacht. Voor jou, op dit moment. Omdat het vermoeiend is? Being pregnant. Nou, daar kom ik later op terug. Dus ik heb iets anders bedacht, wat ik ook heel leuk vind, maar wat dus iets totaal anders is. Dat zie je zo, en als je het ziet, dan snap je het meteen. Maar ik had dus iets anders, en dat ga ik je zo uitleggen, wat dat was. En dit is het alternatief geworden, dat heb ik last minute ineens bedacht. Oké. Dus. Kon je dat eerste dan wel afblazen? Nee. Dus dat had je al geregeld en betaald? Ik heb hopelijk iemand anders blij gemaakt, die vanavond dat gaat doen. Oh mijn god. Ja, ik had dat helaas al betaald, ja. En dat was ook niet goedkoop, maar ja, fuck it. Jezus. Ik ben echt heel benieuwd. Shit happens. Wat we gaan doen en wat we zouden doen. Volgens mij zie ik waar we heen gaan. We staan namelijk. We rijden nu Huisterduin in. Lekker aan het strand. Een heel chill hotel. Dus ik vind dit zo leuk. Gelukkig. Ik vind dit geweldig. Nee, echt. Oh, ik heb hier ook helemaal zin in. Lekker eten, lekker hotelkamer. Precies dat. Oh, snoep. Zo leuk. Oh, dit is gewoon perfect. Goed, hè? Hier maak je me echt heel, heel blij mee. Nou, gelukkig. Wat lekker, schat. Oh, dit is ook zo'n chill hotel. Ja. Oh, 5 sterren of zo, toch? Ja. Show. Zeker. Helemaal chic. Ja, we gaan het wel even goed doen. Ja, ze komen de auto maar even halen. Hm? Ja, natuurlijk. Hallo. Maar ik ga jou niet ver laten lopen. Wat chill, schat. Goed, hè? Ja. Geweldig. Oh ja. De entree. We zijn in de lobby en hebben net ingecheckt. We gaan nu naar de kamer. Ongelooflijk, hè? Hoe druk ze zijn dan. Welke verdieping? Ik denk 6. Oh, leuk. Deze lift kan je doorheen kijken. Oh ja, daar is de bar. Ja. Ja. Hallo mevrouw. 616. Oh, met uitzicht op zee. Ja, natuurlijk. Hoe geweldig. Goed. Ja. Oh, goed. Leuk. Kijk nou. Amsterdam. De badkamer is ook heel chic met goud. Koekoek. Nou, wij gaan nu lekker naar een beachclub. Op loopafstand. Dus dan wandelen we even gezellig romantisch over het strand naar de beachclub. En dan gaan we daar heerlijk eten, want we hebben allebei zo erg honger. En dan heerlijk chillen op deze hotelkamer. Oh, dan moet ik natuurlijk nu wel even uitleggen wat we eigenlijk zouden doen. We zouden naar Soldaat van Oranje gaan. Wout is daar al een keer geweest. Die zei dat het waanzinnig was. Ik hou persoonlijk niet heel erg van musicals. Maar hij zei, Soldaat van Oranje, dat is echt iets anders. Dat is next level, niet je typische musical. Het is gewoon, je zit er helemaal in. Maar toen ging hij een beetje googlen vandaag. En hij zag ook aan mij natuurlijk de afgelopen maanden dat ik 's avonds zo ontzettend moe was. Dus hij vroeg zich ten eerste af of ik het wel aankon om naar zo'n musical te gaan. En hij duurt volgens mij iets van 3,5 uur, dat ik 3,5 uur daar moet zitten. Ten tweede ging hij gewoon even googlen of het niet te intens is voor de baby's. En er stonden dus inderdaad geluiden op het internet dat die musical veroorzaakt heel veel adrenaline en je schrikt heel veel. Dus dat is ook niet goed voor de baby's. Dan gaat hun hartslag ook omhoog. En het was niet aan te raden om als je zwanger bent naar de Soldaat van Oranje te gaan. Dus toen dacht Wout, ja, nee, dan gaan we dat dus niet doen. Maar ja, had die kaarten al gekocht, alles. Dus het is wel zonde. En toen kwam hij met dit plan. En ik hou van dit plan. Ik vind dit geweldig. Ik had het ook wel heel leuk gevonden om dus een keer naar Soldaat van Oranje te gaan, oprecht. Gaan we misschien ook nog wel. Maar met het idee dat jij dat ook net hebt gegoogeld, dat het niet goed is voor de baby's. Hell no, dat ik er nu heen ga. Nee, echt niet.
Goedemorgen, kijk eens even dit uitzicht, jongens. Zo leuk. Goedemorgen, juffrouw Jannie. Er zijn al heel veel mensen op het strand, inderdaad. Wij gaan snel ontbijten. Pakket bezorgd, namelijk van het kledingmerk Guts & Gusto. En echt, ze hebben waanzinnige kleding. Het is gewoon helemaal mijn smaak. En het allerleukste is dus, het is voor normale mensen, maar ook pregnancy proof. En zoals jullie weten, is het echt een struggle als je zwanger bent om leuke kleding te vinden. Is nou niet dat je het echt voor het uitzoeken hebt. Dus ik ben continu op zoek naar leuke merkjes. En dat heb ik nu gevonden. Ik heb ook een samenwerking met ze. Dus ik heb allemaal leuke dingen uitgekozen. Die ga ik jullie nu laten zien. Unboxen. Maar ik ga ze ook even aantrekken en laten zien in de spiegel. Dus ja, laten we beginnen. Ik heb er helemaal zin in. Oké, we beginnen met het eerste pakketje. Zoals je ziet pakken ze het helemaal leuk in cadeaupapier. Nou, dat vind ik al een feestje om te krijgen. Yes! Ik weet al wat het is, want ik heb natuurlijk zelf alles uitgezocht. Dit is een geweldig pak van Rip Fluweel. En dat is dus een flared pants samen met dit t-shirtje. En dan heb je dus gewoon een heel pak. Pakketje nummer 2. Ja, oh heerlijk. Dit is een lang oversized vest. Ook in dezelfde kleur als het pak. Want ik dacht, ja, hoe leuk is het om gewoon af en toe helemaal dezelfde kleur aan te hebben. Dus ik vond dit juist heel leuk voor over dat pak. En het is helemaal zo lekker zacht. En leuke patroontjes erop. Volgende pakketje. Oh, deze jurk. Ja, ik vind deze kleur zo mooi. Een beetje dat oud roze. En ik vind dit ook zo'n hele fijne herfstkleur. Trouwens, al deze items die ik dus heb besteld zijn allemaal van de nieuwe najaarscollectie. Dus alles is nu online in de webshop te vinden. En ze hebben ook nog 4 winkels in Nederland. Namelijk in Arnhem, Eindhoven, Enschede en Utrecht. Ja, deze trui. Kijk, ik vind dit soort kleurtjes ook zo leuk. En wat ik dus heel leuk vind als je zwanger bent, om ook een beetje cropped truien te dragen. Want die kan je heel leuk combineren met bijvoorbeeld een hele lange jurk. Of bijvoorbeeld een hoge legging. En dan heb je zo'n crop trui en dan komt je buik ook extra goed daarin uit. Oh, dit is ook zo chill. Gewoon zo'n heerlijke oversized jogging trui. Ik hou heel erg altijd van dat groen. Ik weet niet, ik vind dat altijd wel heel leuk staan ook bij blond. Nog een pakket. Ah, ik weet al wat dit is. Dit zijn alle jurken. Nu ik zwanger ben, ben ik opeens obsessed met lange jurken. En je hebt daar, denk ik, nou ja, ik weet niet hoeveel lange jurken, maar echt een enorme collectie, dus ik kon ook gewoon niet kiezen. Dus dit is ja, met een soort van bloemetjespatroon en dan de basis is zwart. Dus ik vind het heel leuk om te combineren ook met een zwart leren jasje en met stoere boots eronder. Deze jurk heeft ook als ondertoon zwart. Dit lijkt een beetje op een soort herfstplaatjes. Ook wel heel cute. En dan de laatste jurk, deze. Met weer een heel ander printje. En er zit ook een beetje een glimmertje in, een beetje goud. Vond ik ook wel cute. Nou, het lijkt wel Sinterklaas, jongens. Want ik heb ook nog eens een jas uitgezocht. Dit is zo'n, ja, het is moeilijk nu te laten zien in zo'n klein cameravlak. Het is gewoon zo'n heerlijk, een beetje teddy-achtige jas. Heel lang, zwart, lekker warm. En, oh ja, geweldig. Helemaal blij mee. Nou, dan heb ik ook nog 2 paar schoenen uitgezocht. Oh jongens, ik ben zo verwend. Helemaal nieuwe herfstgarderobe. I love it. Deze boots vond ik heel vet. Ook voor onder die jurken, dacht ik. Beetje cowboy-achtig. En dan hier aan de binnenkant hebben ze een rits. Nog een paar schoenen. Dit zijn echt van die schoenen die kunnen overal bij. Namelijk dit soort boots. Kijk, vind ik altijd chill om te hebben. Want dit loopt geweldig omdat ze zeg maar zo'n zool hebben. Het profiel en een beetje, ja, een klein beetje plateau. Dus dat loopt gewoon als sneakers. Echt, ik heb ook heel veel van dit soort boots al gehad. En ik vind deze heel leuk met dat het 3 riempjes heeft. Hier is gewoon een rits.
Nou, en dit staat echt leuk onder die flarepants, onder de jurken. Dit kan echt over alles. Dan heb ik nog een heel leuk accessoire, namelijk een leopard print sjaaltje. En ik dacht, ja, dat is wel leuk, zeg maar, om in je haar te doen. En ja, nu heb ik een staart in, dus nu staat het misschien een beetje raar. Maar dan kan je het gewoon zo knopen en dan met los haar. Nog een leuk accessoire, een suède tasje. En ik vond deze kleur echt super leuk voor de herfst. Ik dacht ook, zo'n tasje is super handig ook als ze zijn geboren. Want dan heb je zo'n grote luiertas met alles erin. En dan kan je hier gewoon je portemonnee en je telefoon in doen. Gewoon niet te groot, want dat is ook irritant. Dus loop je als een pakezel met al die tassen. Dus ik vond dit ook wel zo'n perfect tasje waar je dan je sleutels en belangrijke dingen instopt. Oh, en dan het allerlaatste. Leuke sokjes. Bye bye. Nou, ik heb alles unboxed. En voordat ik het vergeet te zeggen en alle looks ga laten zien, ik heb een geweldige kortingscode voor jullie. Kortingscode is Tiger Elise 15. En dan krijg je dus 15% korting. Hij is geldig tot 17 november. Ik ga het aantrekken. Oké, ik heb het pak aan. Wout is gezellig op de achtergrond. Nou ja, dit pak vind ik echt geweldig. Kijk even, hij is ook zo lekker lang. Daar hou ik van. Ik vind namelijk niets lelijker als je een flared pants hebt. En die komt dan net te hoog van de grond. Dat ziet er dan zo neurderig lomp uit. Dus deze is lekker lang. Helemaal geweldig. En dan inderdaad, dit dacht ik al. Hoe leuk als je zwanger bent. Dat je gewoon helemaal dan die buik ziet in dit pak. En wat ik heel fijn hieraan vind. Ik heb heel veel andere flare pants. En die zijn best wel hoog. Dus nu ik zwanger ben, knellen ze dan precies zo hier op de buik. En deze is heel laag. Dus je kan hem zeg maar lekker onder je buik dragen. Wat echt een verademing is. Want anders knelt hij zo af. En ze hebben hem dus in allemaal kleuren. Ik kon ook niet kiezen. En ik denk dat ik er gewoon nog 3 bij ga bestellen. Want ik vind dit geweldig. Ik heb even het lange vest erbij aangetrokken. Ook zo leuke combinatie vind ik dat. Want het is gewoon exact dezelfde kleur zoals je ziet. Zoals het pak. Oh, en helemaal lekker met van die lange oversized mouwen. Oh, ik voel me hier zo fijn in. Oh, hoe leuk is deze? En deze zou ik ook zo aandoen als ik niet zwanger zou zijn. Dan zou ik er misschien wel in de taille gewoon zo'n riem bij aantrekken. Zodat je echt een beetje je vrouwelijke vormen accentueert. Maar nu vind ik het juist leuk om er niks bij aan te doen. En dan gewoon die buik zo. En dan de schoenen, die staan er ook leuk bij. Echt zo stoer. Geweldige jurk. Oh, wat hou ik hiervan. Ja, ik ga dit echt heel veel dragen. Er zit ook nog een ceintuur. Dus je kan hem ook nog wat getailleerder maken. En ik doe het dan zo net boven mijn buik natuurlijk. En ik zie al meteen met die schoenen, dat is gewoon zo'n leuke combi. Dit is ook een leuk patroontje zeg. En ook hier heb je dus een ceintuur waardoor je het strakker kan doen bij je taille. De buik komt er weer mooi in uit. Ja, echt heerlijke jurken. Ik heb even de jas erbij aangetrokken. Heel stoer staat hij bij zo'n jurk, vind ik. Hier dus 4 knopen. En dan kan je hem dus gewoon lekker zo dichtmaken. En hij is gewoon heerlijk groot. Dus mijn buik die kan er nu echt makkelijk in. Maar ik denk zo meteen ook nog. En ik vind het dus leuk als het herfst is dat je hem dus niet dicht doet. En dat je een beetje zo nonchalant openlaat. Misschien nog een leuk petje. Tadaa! Superleuk. En wat ook het chill hiervan is. Dit is een wikkeljurk. Dus je kan hem helemaal open doen. Ook handig, dacht ik. Met bijvoorbeeld borstvoeding geven. Want je maakt hem gewoon hier eigenlijk iets losser. En hoppa. Je doet zo je borst eruit. En je kan borstvoeding geven. En heb ik dit tasje erbij. Zo'n handig tasje. Kan precies zeg maar in wat je nodig hebt. En andere schoenen. Kijk hoe vet deze zijn. Ik vind ze zo stoer. Staan ook echt leuk onder zo'n jurk. Dat maakt het dan weer net wat meer edgy of zo. Oh, hier word ik ook blij van. Dit bedoelde ik dus. Ik vind het dus echt leuk om zo'n crop trui op je jurk te dragen. Want dan leg je dus het accent op je buik. Ik vind het ook leuk die verschillende stoffen. Dus dit is helemaal zo'n zacht lekker stofje. En dan met die jurk. Dat contrast vind ik gewoon heel vet. Maar ook als je niet zwanger bent, dan is het altijd goed om natuurlijk het accent op je taille te leggen. Dus dan hier breek je eigenlijk de jurk mee. En deze kleur, hysterisch, maar I love it.
En kijk hoe leuk. Ik heb het sjaaltje om mijn hoofd gewikkeld. Ik vind dat ook echt leuk staan. Geeft net een soort van extra touch. Net een wat meer verzorgde look of zo. Echt heel leuk dit. Nou, ik zei het al. Deze trui gaat waarschijnlijk niet meer uit. Lekker met zo'n grote warrige knot erboven. Voor de tv hangen in deze heerlijke trui. En van binnen helemaal zo'n lekker stofje dit. Nou, dit waren alle looks. Ik hoop dat jullie een beetje inspiratie eruit hebben kunnen halen. Voor als je zwanger bent. Maar ja, ook natuurlijk voor als je niet zwanger bent. Ik ga nu even snel wat leuks aantrekken. Nou, ik heb genoeg keus. Dat kan je wel zien. Ik ga lekker met Wout even naar Amsterdam. Dus ik ga nu even haasten. Wat eten we vandaag? Oh, het lekkerste kaart ever. Ik ben weer aan de garnalenkroketten. En dit is de beste friet van Amsterdam. Twister fries. Niet normaal. Fijn, die bij mij staat dan. Yes, we zijn bij de winkel. Wij zijn aangekomen in de Bubbeboe winkel. En het is hier echt... Nou, een walhalla van babyspullen en alles is voor ons ook nieuw. Want we weten eigenlijk zo weinig nog van hoe dat dan allemaal werkt ook. Weet je wel, met een kinderwagen en autostoeltjes. En kan dat dan ook weer op de kinderwagen? En wat voor wiegje heb je dan nodig? Nou, we gaan nu een hele demonstratie krijgen en even alle informatie opzuigen. Ja, schat. Ja. Daar gaan we dan. Ja, daar gaan we. Oké, de rem maar even af. Je moet je hem omhoog trappen. Oh. Ja, ik ben echt een zeef. Ik onthoud niks. Heel goed. Geweldig. Kijk dan. Wauw. Zo loop ik dan. Ik zie het. Doe jij maar eens even een demonstratierondje. Ja. Ja, mooi. Prachtig. Kijk dan. Oh, die loop. Geweldig. Ja, die ene voet voor die ander. Heel goed. Nou, hij rijdt heerlijk. Ja. Soepel. Ja, toch? Mocht het kindje slapen, kan je hem altijd nog openritsen. Laken. Oh, oh ja. Wauw. Zo niemand dekt. Kind weg, ja. Kind weg. Kan niks meer storen inderdaad. Precies. Chill. Leg je hem zo uit. Stel je bent op het strand, kan je het kind zo in de stoel laten. Zo heel makkelijk, ja. Kan je dit eventjes zo uitknippen. Ja. Wow, ja. Wij dachten echt dat het veel meer ruimte in had. We mogen nu de kleur kiezen, want je hebt echt keuze uit zoveel verschillende kleuren. Maar wij vinden eigenlijk denk ik het vetst als alles zwart doen. Dus dit is de mono, maar die is helemaal in het zwart. Maar dit vinden we wel heel vet. Want heb je en het frame heb je zwart. De kap, dit is zwart. Ja, ja, dit is echt goals. Staat jou echt hoor. Wij zijn inmiddels weer thuis. Ik heb even wat anders aangedaan. Heel chill. Ik zal het zo even laten zien in de spiegel. Een heerlijk outfitje. Maar we hebben gewoon een kinderwagen. Nou, een van de belangrijkste dingen die we moesten hebben is nu gewoon afgevinkt. Zo chill. Ja, echt helemaal te gek. We krijgen deze van Bugaboo. Ik ben er zo blij mee, want ik vind het gewoon een waanzinnig merk. Het is gewoon echt een topmerk, een A-merk en... Eigenlijk stond die stiekem al de hele tijd op mijn lijstje dat ik die zo graag wilde. Ik heb me natuurlijk een beetje verdiept in alle soorten kinderwagens en dingen. En het moet natuurlijk een tweelingwagen zijn. En deze, ik wilde zo graag deze. En ik vind het zo leuk dat dan die bakken naast elkaar liggen, die wiegjes. Ik vind het gewoon zo leuk dat als ik met ze wandel, dat ik ze dan allebei zo kan zien. Dat vind ik gewoon... Ja, ik weet niet. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dat ze mij ook kunnen zien dan. Het is misschien ook geruststellend of zo voor hun. Dus ik ben zo intens blij met deze kinderwagen. Nou, dit is trouwens mijn outfitje. Zo'n heerlijke grote trui met gewoon een legging. En ik weet niet. Ik vind een grote trui met een legging gewoon nu zo chill nu ik zwanger ben om dit aan te doen. Deze trui is gewoon is een oudje van de Zara, helaas. Maar Zara heeft wel vaak dat ze dingen ook dan weer een jaar later... terug laten komen, dus wie weet. Trouwens, helemaal vergeten te zeggen, maar oh mijn god, al die comments over dat slaapprobleem met twee bedjes of samen in een bed en die co-sleeper. Zoveel reacties, echt. En aan heel veel reacties heb ik ook echt veel gehad, want dan las ik bepaalde dingen en dacht ik, oh ja, dat is een goed punt inderdaad. We zijn er nog steeds niet helemaal over uit, maar ik denk dat het inderdaad twee aparte bedjes worden die we dan... tegen elkaar aanzetten en dat ze dan bijvoorbeeld door de spijlen heen kunnen kijken.
En dat we voor het begin een co-sleeper huren. Want ik hoor wel echt heel veel dat het heel fijn is om ze echt letterlijk naast je te hebben. En dat je ze ook kan geruststellen als ze slapen. Ja, dan moet ik even kijken of ze dan samen in een co-sleeper gaan of apart. Maar goed, daar komen we wel uit, denk ik. In ieder geval, we hebben ook nog even om definitief een knoop hierover door te hakken. Ik ga nu ook de video afsluiten. Voor nu, dankjewel voor het kijken en tot snel. Muah.